Nou, mijn naam is Kees de Buiten. Ik ben een van de vrijwillig molenaars op deze molen, prachtige molen, de Bennische Molen. We draaien zo ongeveer twee keer in de maand een hele dag met deze molen. Het belang daarvan is in ieder geval dat we die molen, als we gaan draaien, even helemaal inspecteren. En kijken of alles nog in orde is. En als er iets niet in orde is, dan kunnen we in ieder geval de molenmaker waarschuwen om het te laten repareren. De bijzonderheid van deze molen is dat die gebouwd is op een verdedigingstoren. Een oude verdedigingstoren van het prachtige stadje Geervliet. Een aantal voorgangers van de molen waren houten molens, die zijn verbrand. En uiteindelijk is in 1842 besloten om een stenen molen te bouwen op die verdedigingstoren. Een hele oude voorganger van deze molen was een getijdenmolen. Die werkte op het getij in voormalige Bernisse. Maar dat verzandde en toen werd het dus een windmolen. Een wind is prachtig, maar je moet wel wind hebben om een molen te kunnen laten draaien. En dat lijkt zo zachtjes aan een beetje het probleem te worden van deze molen. Als je naar de omgeving kijkt van deze molen, dat heet dan de biotoop. Net zoals dieren heeft een molen ook een biotoop. Dat is de directe omgeving die van belang is voor de windvang. En in die biotoop van deze molen, daar staan nogal wat bomen. Die zijn daar in de loop van de jaren uiteraard gekomen, toen de molen geen functie meer had. Toen dacht men, een boompje planten, dat is mooi, we houden van groen. Nou, en zolang dat laag is en beneden de stelling van de molen blijft, is dat geen probleem. Maar ja, bomen hebben de eigenschap om steeds hoger op te komen. En ondertussen is het al zo dat de bomen al zo hoog gegroeid zijn, dat je Geervliet vanuit de polder nauwelijks meer kan herkennen. Vroeger kon je Geervliet herkennen, zeg maar aan de contouren, de kerktoren en de molen. En dan kon je onmiddellijk zien, hey, dat is Geervliet. Als ik nu in de polder kijk, doet dat wel eens. En dan zie ik een hele partij groen. En daartussenin zit dan ergens Geervliet. Dus het is, zeg maar, ja, het is niet meer herkenbaar. De molen zelf heeft daar ook een probleem mee, want die heeft geen vrije windvang meer. Heel vroeger was natuurlijk Geervliet, de inwoners van Geervliet waren afhankelijk van de molen. Want het meel werd gemalen en voor de bakker. En de bakker die maakte dus dagelijks brood. En die molenaar en de andere mensen ook, die zorgden er wel voor dat die molen altijd kon malen, want er was er geen meel. Nou, toen die functie vervallen was, dachten we daar helemaal niet meer aan. En planten we prachtige bomen en kregen we een beschermd dorpsgezicht. En het gevolg is nu dat de molen soms, nauwelijks, net zoals nu vandaag, de wind komt een beetje uit het westen. En op het westen staan hoge bomen, dus de wind wordt gewoon weggevangen. Als die molen vrij zou staan, zou die twee keer zo hard draaien. Nou, bovendien, doordat er een belemmering is, begint die wind, die gaat zeg maar, net als in een vliegtuig, krijgt turbulentie. Dus de wind wordt heel onregelmatig. Dus dat betekent dat de krachten op de molen ook groter zijn. Dus het is toch heel slecht voor de molen. En een ander probleem is, dat geldt nu niet zo, maar wanneer het weer twijfelachtig is, dat er een bui dreigt, ik kan de bui helemaal niet meer aanzien komen, dus ik kan niet tijdig reageren. En zou het dus kunnen gebeuren dat ik te laat ben en dat die molen in een storm terechtkomt en kapot gaat. Dus nou heb ik ook niet de illusie dat ik in staat ben om al die bomen te laten verdwijnen. Maar ja, kijk, er is in de bestemmingsplannen geregeld dat in de wijde omgeving van de molen wel gebouwd mag worden en bomen aangeplant met een bepaalde restrictie, hoogtebeperking. En dat zal ook wel goed gaan. De gemeente nu Nissewaard heeft dat goed geregeld. Maar als die bomen daar zeg maar laag geplant worden, ja, er is niet geregeld wat er dan gebeurt als ze na 50 jaar ineens één keer zo hoog geworden zijn. Nou, wat ik eigenlijk wil bereiken, hoe weet ik ook nog niet, is dat op een of andere manier met de betrokkenen, dat zijn de provincie, de gemeente Nissewaard, de direct omwonenden, tot een soort plan kunnen komen om dat groen, als het kan, een beetje weg te krijgen en lager te krijgen. Maar in ieder geval ervoor te zorgen dat het in de toekomst laag wordt. Dus als een boom die nu hiernaast staat, waarvan de deskundigen zeggen, nou, die is volwassen, die zal niet groter worden. Maar ja, hij is ook een keer oud en hij gaat dood. Als we dan weer zo'n joekel neerzetten, heb ik weer hetzelfde probleem. Dus als we daar nu voor kunnen zorgen dat we een afspraak maken dat er een boom terugkomt of een struik
die lager blijft, dan hebben we toch iets aan de biotoop verbeterd. Dus nou, toekomstgericht. Ja, eigenlijk toekomstgericht. Ja, die bomen die staan er, die zijn mooi, vindt iedereen mooi. En die ben ik om die bomen weg te laten gaan. Dus, nou, er was ooit een plan, zeg maar, de Groene Kruisweg is, heeft een groot onderhoudsbeurt gekregen. En toen dacht de provincie ook om een aantal bomen daar weg te halen die verkeerstechnisch zeg maar, verkeersonveilig waren. Nou ja, u weet waarschijnlijk wel wat dat voor gevolg heeft gehad. Opstand, ja. En er is nog geen boom weg. Maar dan dacht ik, ja, de belang van de molen heb ik niemand over gehoord. Het ging wel over geen bomen weg en het ging over veiligheid. Toen dacht ik van ja, maar het gezicht op de molen, wie vertegenwoordigt nou die molen? Dus ik ben me daar een beetje mee gaan bezighouden en wat stukjes geschreven naar de krant om in ieder geval eens duidelijk te maken aan mensen die daar niet zo dagelijks over nadenken, dat een molen eigenlijk helemaal niet tussen het groen hoort te staan. Een molen moet vrije windvang hebben. Dus vroeg in de historie stonden molens, die zag je overal. Uit de verte kon je een molen al zien. En nu, ik hoor nu van omstanders en mensen van voor in Putten, die zeggen van die molen is niet in bomen. Ja, oh, hij staat daar zo mooi in het groen. Dan denk ik, ja, ik snap dat mensen dat mooi vinden. Dat is zo ontstaan, maar het hoort niet. Die bomen zouden eigenlijk gewoon weg moeten zijn. Of het groen zou in ieder geval lager moeten zijn. Goedemiddag, mijn naam is Wim Vlommeren. Ik ben molenaar, althans één van de molenaars. Ik heb nog een collega hier van Molen Vliegers Hertz in Brielen. Unieke molen, eigenlijk zeker voor het westen van het land. Van alle tientallen, misschien wel honderdtallen molens van dat type hier, zijn er nummer twee over. Dat is Molen De Put in Leiden en Molen Het Vliegend Hert in Brielen. We zijn geen originele molen, we zijn een replica. De originele molen op dit punt is gebouwd in 1640, gesloopt wegens bevalligheid in 1697. Toen vervangen door een stenen molen, afgebrand in 1810. Opnieuw vervangen door een stenen molen, afgebrand in 1882. En toen wist iedereen in de wijde omgeving dat het geen enkele zin had om nog een nieuwe molen te zetten. Om de simpele reden dat je je droog brood van geen kans meer mee zou kunnen verdienen. We zijn gelukkig geholpen door de vondst van een oud bestek in het streekarchief. En dat was voldoende. Daar staan dus niet alle maten in centimeters enzovoort in. Er gaan nog ouderwetse Rijnlandse voeten. Maar het is voldoende geweest voor een architect om een verantwoorde reconstructietekening te kunnen bouwen. En aan de hand daarvan is dus de molen gerealiseerd. Vanaf 1986 zijn wij dus hier actief. Eerst als een zuivere toeristenmolen waar die mensen konden bezoeken. Later is daar op bescheiden schaal in gemalen wat geproduceerd. Mijn voorganger, die inmiddels met pensioen is, die heeft dat verder uitgebouwd. En die heeft dat in zoverre gedaan dat er een winkel bij gerealiseerd is. Wat wij hier nu in de molen maken, malen, wordt verkocht in de winkel. Met de opbrengst daarvan zijn we in staat om het onderhoud te bekostigen. En om de voorraad in te slaan en op die manier actief te blijven. Het is overigens niet alleen de verdiensten van mijzelf en van mijn collega. Alles bij elkaar zijn met een ruime ploeg. We hebben een staf in de winkel die in ochtenddienst en middagdienst werkt. Die zijn in elk geval
elke vrijdag werken. De eerste, die redde zaterdag van de maand. Daarmee kunnen wij ruim voldoen aan de plaatselijke vraag. Dat is ook een kwestie geweest van langzaam opbouwen. Want ja, het is iedereen duidelijk, je begint ergens aan. Je moet een kennissenkring opbouwen, je moet een vriendenkring opbouwen, je moet een klantenkring opbouwen. En het is vreselijk makkelijk om een klant teleur te stellen en die in één klap te verliezen. Het is vreselijk moeilijk om een klant daarna opnieuw te winnen. Dat is vrijwel onmogelijk. Ik heb het niet.